Dat is zo een van de schattige illustraties die ik nu wel ga maken. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we woensdag. We zijn vandaag 3 april. Dat betekent dat ik nog 9 dagen heb voor zij of haar het tijdschrift uitkomt. Spannend! Deze vind ik echt heel erg leuk, want het is zo een stoere man die zo aan een heel lief schattig plantje ruikt. Kijk, ja, het direct zien, maar het is een nieuwe afbeelding op Hogwarts Mystery. Ik vind hem zo schattig en zo leuk. Ik heb trouwens dat hondje, denk ik. Nu ben ik me even aan bezighouden met Kids Sing Best Disney Songs in de Voice Kids. En omdat ik daar straks even niet productief bezig was en het lukte echt niet om te schrijven op de computer, ben ik maar old school gegaan. En ik wil gaan naar de afscheidstournee van Samson Hart, maar ik heb iets te lang getwijfeld, want alle tickets voor de 8 uur shows zijn uitverkocht. Come on, Studio 100, take my monies and get new shows. Ik zou natuurlijk ook naar de 17 uur shows kunnen gaan, maar ja, ik denk dat de sfeer anders gaat zijn met jongeren dan met jongeren en volwassenen dan met kindjes. Dus. Je vragen jullie misschien af waarom mijn camera hier achter mij staat. Opnieuw, jullie zien hem niet. Daar staat hij. Want dit is zo dat hij achter mij staat omdat ik een What I Eat In My Day video aan het opnemen ben. En af en toe film ik daarvoor fragmentjes en daarom laat ik hem achter me staan. En nu ga ik iets super leuks doen en daarvoor heb ik mijn iPad nodig. Voilà. En iets die gisteren is toegekomen. Mijn iPad stylus. Het was een reclame en kost nu 99 euro. En ik ben daar op mijn iPad tekeningetjes mee aan het maken voor zij of haar die uitkomt binnenkort. Dat is wel heel leuk omdat dat echt voelt als een potlood. Ik teken momenteel gewoon op Adobe Draw. Maar ik heb een heel leuk ander programma ontdekt. Met die niet nu Laura gebruikt. En dat zou ik ook graag willen. Maar momenteel wacht ik daar nog eventjes mee. Omdat die 10 euro kost. Deze app Procreate werkt echt heel erg goed. Momenteel betaal ik toch een abonnement voor Adobe. Dus ik ga nog even wachten met deze app. En misschien doe ik het ooit wel. Dat is zo een van de schattige illustraties die ik nu wel ga maken. Vanmiddag eet ik dit. Dit is volkoren pasta. Met vegetarische spekjes. De vegetarische spekjes zijn van dit, van Garden Gourmet. Nu gaan we dit opeten. Misschien ga ik straks er wel nog wat groentjes bij eten. Maar dit is wel lekker. Om straks nog een paar groentjes binnen te krijgen, ga ik deze tomaatjes eten. Hey, ik heb een beetje heel lang mijn middagpauze genomen omdat ik nogal een klopje kreeg. Maar nu ben ik denk ik goed om er terug tegenaan te gaan.
Oh, vandaag heb ik ticketjes besteld. Ik wil namelijk met mijn verjaardagsweekend een weekendje naar Parijs. Dus dat wordt leuk. Vanmiddag heb ik dit konijntje tegen, maar ik was er nog niet volledig heel erg blij mee. Dus ik ga dat eventjes opnieuw proberen. Wel echt die stijl, dus we gaan dat proberen. Als 4 uurtje heb ik een fruitslag gemaakt met banaan, mandarijn en kiwi. En het is al een deel op. Hij heeft nu wel geen strikje meer, maar ik vind hem wel super cute geworden. Ik ga het strikje eventjes tekenen op een nieuwe laag, zodat ik deze tekening niet verpest. Met of zonder strikje. Ik ga even de laag terug uitschakelen. Dat is zonder. Dit is met. Vandaag was het een dag dat ik eigenlijk heel hard aan het tijdschrift kon werken. Ik heb dat voor een deel gedaan. Maar ik had echt wel een non-productief dagje. Het lukte me echt niet om te werken. En dat is vrij stom. Zeker omdat de deadline van het tijdschrift echt heel snel nadert. Volgende week vrijdag moet hij al af zijn. En er moet nog wel wat gebeuren. Snack. Wel leuk is dat ik heel wat doodles heb kunnen maken voor het tijdschrift. Dus dat is wel goed. Maar ik moet nog zoveel doen. Gewoon voor mijn ruitjes, broek en mijn pastellen trui ga ik morgen. En naast mijn pannenkoekplantje is er een nieuw plantje aan het uitkomen. En ik heb geen flauw idee welk. Hallo, het is nu iets voor 10. Ik denk niet dat ik nog veel ga doen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En zie ik jullie morgen weer. Doedels! Zoals je kan zien, ik maak ook niet iedere dag mijn bed op.